dus het abonnees gehaald. Echt super bedankt. En ik heb hier de Party Pop Tinies. Ik heb al eerder eentje opengemaakt en zo ziet hij eruit. Ze ziet er echt super schattig uit. En deze komt uit Winter Wonderland. En hier heb je allemaal hele leuke lades die je open kan trekken. Allemaal Party Poppers. En daar komt natuurlijk zo eentje uit. Ik ben super benieuwd welke ik deze keer krijg. En we hebben hier ook eentje daaronder. De kleintjes kosten 6 euro. En hier hebben we een duo pack. En die kost 12 euro. En als jullie afvragen waarom ik zo'n schorre stem heb, dat die een beetje weg is, dat komt omdat ik op kamp ben geweest. En ja, op kamp, daar ga je schreeuwen en dan ga je lachen. En daardoor raak je je stem kwijt. Dus ik ga er nu ook eentje poppen. Zo ziet die popper eruit. En dan moet je natuurlijk poppen. Nou, deze is hier al uitgepopt. En je zou hem er ook gewoon terug in kunnen zetten. Ik heb dit allemaal mogen ontvangen van Spin Master. En dit is Lily. En zij komt uit Winter Wonderland. Je hebt ook nog Rainbow Unicorns. En de Cutie Animals. En dit is de checklist. En in Winter Wonderland, nou Winter Wonderland, zit ook een mystery. En die mystery heet Cassidy. Maar wie zou dat zijn? Misschien komen we daar vandaag wel achter. Dus laat ik maar een partypop gaan maken. En poppen maar! Dit is de duo popper. Dit zijn er twee van deze kleintjes. Maar die zitten natuurlijk samen. En zit hier een ritje. Ik hoop dit keer dat ik een cutie animal heb of een rainbow unicorn. Want ik heb er al één uit de Winter Wonderland. Nou, zo ziet het eruit. Hier natuurlijk de Party Pop Tinies. Dit is serie 1, dus misschien komt er ook wel een serie 2. Nou, laat ik hem maar open gaan ritsen. Komt hier al, hè? Moet je die tegelijk poppen? Ik denk dat ik ze gewoon van elkaar af ga halen en dan los ga poppen. Anders denk ik dat ik het fout ga. Dan hier zit een, kijk, heel goed. Cool. En hier zit 2 blind bags. 5 blind bags aan elkaar vast. Ik denk dat ik die als laatste openmaken. En als eerst deze ga poppen en daarna deze. Want ik denk duo, die horen natuurlijk bij elkaar. Want het is geen enkel. Nou, laat ik hier. Hier staat een streepje. Poeder. Dus poel. Hier. Dus hier aan het trekken. Dus het is een soort plakband. Dus die ga ik openmaken. Zo. Dit is ook een veel grotere, want hier zat het surprise, de surprise in. Dus. En dan hier, dit hele kleine, en hier is dan meteen een stuk groter. Ik moet nu de rest nergens aan trekken. Ik moet er gewoon maar poppen. Zijn jullie klaar voor? Ik kan het allemaal. Dit is. Eten? Hè? Ik snap het niet. Deze kan je ook gewoon uitdraaien. Kijk, dit is gewoon een schaaltje. Het lijkt een beetje op Maltesers. Dat is een chocoladeballetje zelf heel erg lekker. En kijk hoe schattig dit is. En dan is dit een poppetje. Oké. Nou, in die zat dat natuurlijk niet.
denk dat het accessoire is. In die in deze pop, dus de losse, zaten allemaal hartjes. En in deze zitten diertjes, konijntjes, beertjes. Dus ik denk, misschien een party animal. Nou, laat ik maar deze open gaan maken. Nou, dan ga ik hier weer aan trekken. Ik bedoel natuurlijk cutie animal. En dieren zijn natuurlijk super schattig. Oké. Deze ook zo. Kijk, deze is wat groter. Oké, laat ik er maar weer die kant op draaien. Wie zou hierin zitten? Ook allemaal die surprises. Dit is, ja, ik denk dat deze uit de dieren komt. Want ze heeft een soort tijgerjurkje aan. Ze is echt super schattig en ze heeft hier een soort, nou niet echt een, ja wel een vlecht. Ze heeft hier een vlecht. Ze heeft paars haar, heeft een tijgerjurkje. En heeft echt hele schattige schoenen. En in dat ding, in de confetti, waren ook gewoon diertjes. Alleen, kijk, er zaten ook hoedjes in. En er was hier... kijk, in de vorige, je hebt dan elke keer krijg van die soort kartonnetjes. En die zaten allemaal natuurlijk winterdiertjes. Gewoon bijvoorbeeld in landen waar het sneeuwt. En in deze zaten hondjes. Heb ik hier een katje. Echt super schattig. Ik zie nu eventjes niet meer. Maar ze hebben vast wel meer. Dus nu ga ik deze openmaken. Met een schaar. Want daar zitten accessoires in van haar. En even kijken hoe zij heet. Zij komt natuurlijk uit de Cutie Animals. En zij... Oh, daar is zij. Het lijkt net of ze kort haar heeft op het plaatje. Zij heet Riley. Dus laat ik haar maar haar accessoires open gaan knippen. Oh, en hier staat ook Party Pop Tiny's op. En, oh wacht, er zitten van die scheurtingetjes. Nou, ik ga hem gewoon openknippen. In het eerste zakje zit... Oh, een heel schattig diertje. Dat is waarschijnlijk haar huisdier. Echt super leuk bedacht. En wat zit hier? Oh, volgens mij zit hier flesjes in. Twee flesjes. Kan ze samen drinken met Lily. Ze zijn echt super leuk. Maar dit... En dan hebben we hier nog meer. Wat zou in dit zakje zitten? Een feestmuts. Dan zit die ook op. Oh, nou. Dat is wel jammer, want hier zou anders... Dan haal ik het kantje even af. Dan kunnen jullie het zien. Er zit hier een soort... Nog een dingetje aan dat je hem dan op haar hoofd kan zetten. En het zit helaas niet aan het hoedje. Er zit hier nog iets in. Een strik, een tijgerstrik. Past bij haar jurkje. En ze heeft ook een glitterjurkje aan. Die ga ik opdoen. En dan hebben we nog één klein bek. Dat is de bovenste. Wat zit daarin? Oh, ik krijg de schaar niet van vingers. Is dit... Oh, een feesttoeter. Een feesttoeter. Lijkt een beetje op mijn toeter. Ik denk dat dat alle dingetjes waren. Ja, dus het is echt een stuk anders dan de enkele Party Pop Tiny's. Echt super leuk bedacht dit.
zou je ze ook gewoon weer tegen elkaar kunnen zetten. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zeker een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hier. Bijtje natuurlijk. Vergeet me ook niet te volgen op Insta. Bijtje Griekse IT. Doei!